eerste bij Sittard, jongens. Die gaat naar Romand. Voor te zien. Dat is ook echt een mooi man. Dubbel. Dit is echt de eerste keer dat we bij Sittard zijn van dit jaar. En ik vind hem gelijk een dubbele arriva. Snap ik toch geen reet van, hè? Kan er hier alweer een verre, maar ja, zo gaat dat. Dus ja, hè. De verm. Precies had ik al gehoopt. Dus ja, hè. Ga naar Maastricht, jongens. Het lichtje naar Mannenvak Maastricht. Want dat zag ik. Oh, zijn jullie gek? Ga Maastricht. Maastricht is een mooi kan. Ka. Dat is echt perfect gewoon. Oh, die vind ik echt perfect. Toen vond ik toch hier alweer een verum. Ja! Ik had het eerlijk gezegd niet zo rustig verwacht. Ik had het wel wat drukker verwacht. Maar oké, hè. Ja, Den Helder. Dat was dus de... Ja, hiervoor kwam eigenlijk ook weer een verum op het station. En ik dacht dus dat die verum hier hiervoor kwam, dat dat verum was naar Den Helder. Maar dat was de film helemaal niet aan de helder. Dit is de film aan de helder. Dus ja, hè. Zo hadden we daar weer een de boek. Eindelijk is een beetje wat zoemelijk door. Oh, die mooie, waar gaat hij naartoe? Naar Maastricht, Randwijk gaat hij naartoe. Ja! Dat is de Maastricht van hoe het gaat. Inderdaad, een dubbel. Die wacht ik de vermpjes wel weer even lekker. Haha, eindelijk weer een trein naar Roermond. Dat is toch een dag. Hey, ik ben klaar met video's. Leuk, maar 12 video's bij fucking het kutstation van Sittard. Ja, dit is echt lekker doorboekend. Ja, dit is echt. Ik haat mijn leven, ik word dood. Waarom rijdt deze film een beetje zo langzaam? Waarom? Dat snap ik dus niet, maar oké. Ik snap niet waarom deze zo langzaam rijdt, maar ja, het zal wel. Doe prima, 12 video's. Ja, dit is echt lekker opschrikkend, ja. Ja, dit is echt een goede koekje. Ja, ik ben niet boos op jullie kijken, maar ik ben wel boos op deze dienst. Want ik heb maar 12 treinen tegengekomen vandaag. Maar 12, dat is zo weinig normaal. Waar stond deze sfeer en zo bizar dichtbij? Hoe die dame is wat raar. Er staat er verder een bakbordje 6, maar hij is ook gewoon 6. Deze film stopt te ver van bakbordje 6. Die gaat er ook maar helemaal. Weet je hoe ver het is? In ieder geval, ja, de film. Ja, de film is gewoon 6 bak. De film is gewoon een 6 bak. Dus ik snap niet waarom die de buurt snel of de buurt snel. Die video ver moet gaan stoppen hier. Dat is een raadsel voor vandaag. Dat is een mekan, mekan. Dat is een gemoen als een mekan, mekan. Oh, wat een kuddag. Maar 12 video's zitten nu pas op de 7e video's. Dat moet ik snappen. Dat ze nu pas op de 7e video zitten. Haha, het boekt eindelijk eens even door met treinen. Ja, ze weten ook niet echt hoe je moet doorboeken hier. Mijn god, eindelijk weer iets. Maar zit er dan niet. Nou, hartstikke fantastisch. Nou, de spitsen neem ik aan. Ja, nou, dan hebben we hier weer de verms. Over 3 jaar waarschijnlijk weer. Pas. Jezus. Maar joh, jongens! Hij moet doorrijden! Het moet! Als deze niet doorrijdt, dan ga ik mezelf echt vermoorden, want dat is echt heel kut dan.
Ja, ik weet niet zeker of hij doorrijdt. Hij wordt zo niet helpen, dan rijdt hij niet door. Hij rijdt niet door. Dat was gewoon lek. Tuurlijk rijdt hij niet door. Waarom zou die vrouw doorrijden, joh? Alsjeblieft, laat er een einde nu komen. Alsjeblieft. Hij moet doorrijden, anders wordt het psychisch. Maar hij rijdt niet door en dan komt ik wel eens ballen. Hoe lang is deze? Ik ga even zo draaien, anders kan ik hem niet erop. Oh. Rijd door. Hij rijdt niet door. Maar hier komt ik nooit een einde aan. Hallo. Stop eens met die wagonnen. Leuk dit. Op het einde. Serieus? Oh, ik ga hem toch nog helemaal. Ga nu stoppen alsjeblieft. Kan iemand mij vertellen waarom hier een losse lok door het rangeerterrein Slittert aan het rijden is? En waar die firmes blijven? Oh, hij rijdt gewoon door, wauw. Hij blijft in de firmes. Nou eens. Eindelijk. Jezus. Die firmes komen niet bepaald. Blijven de firmes. Net. Yo! Roman, gaat hij naartoe? Dat is even mooi. Want dat hebben we nog wel. En als ik naar Roman ging, hier zit ik wel lekker zo op heen. Of je nou lekker op zo optrekt. Het is donker, jongen, hier wel. Je komt heel random een lokje. Huh? Ik zie ook gewoon echt wel het type dat het een lokje is, hè. Hoe dan? Pap, hou jij het spoor achter mij in de gaten, hè? Pap. Pap. Hou je achter mij in de gaten, hè? Wat? Een lokje schijnbaar. Oh, die schil moet het zijn. Een lokje dus. Waarschijnlijk tijd voor een lokje. Die gaan waarschijnlijk de aankoppelen of zoiets. O jee, dat hoort. Oh, daar komt de firm. Holy damn, Bas. Nu even lekker los. Net een lokje. Komt hier opeens nu weer even lekker een firmpje voorbij. Nu past het even lekker los. Maastricht. Gaat er naartoe. Ja, het was eindelijk eens even lekker los. Jo, een dubbele nog wel. Serieus, een dubbele. Oh, dat halen we niet. Oh ja, toch nog. Toch nog. Eén niet gewoon zitten, niet mag. Maar het achter. Jo, dat is raar dat hier een dubbele veren nu zien. Wat de hek. Nou ja, dag. Oh, dank je. We hebben me zo goed gewaarschuwd met die vertrek van die firm. We hebben bijna gemist. Nou. Hoppa. Eindelijk even meer opnames. Wat heb je allemaal opa, jongens? Eindelijk weer opnames. Ah. Yo, voel die dingen rond de grond heen. Oh, dat is lekker. Kan. De lok is er inmiddels aangekoppeld, zoals jullie dat zagen. Nog jongens, ik weet niet zeker, dat denk ik, maar ik neem me aan dat het laatste trein was voor vandaag.
veel rustiger dan normaal geweest. Maar daar hebben we gewoon het beste voor gemaakt. Ik ga naar Maastricht-Randwijk. Tja, hè. Nu weet ik niet zeker of je goederen krijgt. Oh ja, dubbel, maar dat zag ik nog niet net. Daarom heb ik hier nog. Goed, dat zag ik nog niet in de weg. Zoals jullie weten, zorg dat jullie niet hebben geklemd, maar ja, dat is geen zin. De laatste jongens, inderdaad. Last one. Naar de munch. On the track. Dat is echt een paard. Dubbel. Er komt wel wat wind op. En die zie je eigenlijk al niet.